In deze video gaan we kijken naar de skidragers van het merk Hakker. De skidragers zijn gemaakt uit aluminium in combinatie met kunststof en zijn verkrijgbaar in 3 verschillende varianten. Allereerst deze, die zijn voor 2 paar skis. Dan de Hakker 4, die is voor 4 paar skis of 2 snowboards. En de breedste variant, de Hakker 6, die is voor 6 paar skis of een combinatie van snowboards met skis. Nou, alle 3 de dragers mogen tot 60 kg dragen, hebben 3 jaar garantie, zijn voorzien van TÜV-keur en de City Crash Test. Alle skidragers hebben ook een slot, dus uw skis zijn veilig op de auto. Het openen en sluiten van het systeem kan op deze manier. Mooi is ook dat het systeem blijft openstaan, dat wil zeggen het lossen en het laden van de skis wordt daarmee wel heel makkelijk. Het rubber wat gebruikt is, is een rubbersoort wat onder alle omstandigheden, alle weerscondities, lekker stug blijft. Dus de skis worden altijd goed ingeklemd in deze drager. Het monteren van de skidrager op de dakdrager kan op verschillende manieren. Standaard is voorzien in bevestigingsmateriaal voor montage om de dakdrager heen. En in dat geval mag de dakdrager niet breder zijn dan 48 mm. Optioneel, als de dakdrager bijvoorbeeld breder is of u heeft aluminium dakdragers met de zogenaamde T-rail bovenin, kunt u de T-adapters bijbestellen. En met behulp van deze T-adapters wordt dan dus de skidrager rechtstreeks aan de dakdrager vastgezet. We zijn nu bezig met de Hakker skidrager op de dakdragers te monteren. We hebben 2 verschillende bevestigingsmethoden zoals al eerder aangegeven. Aan deze kant hebben we de drager voorbereid met de standaard meegeleverde montagemethode. 2 draadeinden met een plaatje aan de onderkant. Hiermee komt hij om de dakdragers heen. Let op, de dakdrager kan dan maximaal 48 mm breed zijn. Nou, het betreft hier een aluminium dakdrager met een T-rail aan de bovenkant. Dus met de optionele T-adapters kunnen we de skidrager ook vastzetten. Ik zal even laten zien hoe dat gaat. Aan de buitenkant van de dakdrager schuiven we de T-adapter in de rail. Tillen we de drager iets op. En we laten de skidrager over het draadeinde heen vallen. Er zijn ook moertjes meegeleverd, die kunt u met de hand het uiteinde van het draadeind monteren. Op het moment dat u die aan beide zijden stevig vast zal draaien, zit de skidrager met de 2 T-adapters helemaal vast. Trek de skidrager dicht. Sluit hem af en hij is klaar voor gebruik.